Het aantal muskieten is toegenomen en er is sprake van een muskietenplaag. Dit bevestigt Maureen van Dijk, onderdirecteur medische zaken van de medische zending, in een gesprek met de redactie. Ze geeft aan dat er alvast maatregelen in voorbereiding zijn om de toename van muskieten tegen te gaan. Ja, het is een plaag. Kijk, wat is een plaag? Een plaag is wanneer je eigenlijk overlast hebt van een insect of een dier of een plantensoort. Meer dan goed is. Toch? Het hindert je leven. Dus daar moet je dan maatregelen voor treffen. Kijk, vroeger maakten we muskieten dood. Ik weet als je kan herinneren, maar vroeger als het schemering werd, als het donker begon te worden, 5:30, 6:00, ja, dan moest je het huis dichtmaken. Wat we vroeger ook al deden, dus voorheen, het is niet nieuw, is dat we samen met de gemeenschap, de lokale gemeenschap, met de DC, met de school, het Van Dijk zegt dat zwerfvuil opgeruimd moet worden. De bedoeling is dat gezinnen hun best doen om de trendsen op te halen en ervoor te zorgen dat broedplaatsen voor muskieten ongedaan worden gemaakt. Ja, de ding is in de kustvlakte is er echt een grote dreiging. En daarnaast heb je die andere, die hinderlijke muskieten, die je gewoon steken. En zoem, wanneer we slapen, dan hoor je zoem in je oor en dan voel je dat die gaat zitten op je lichaam. Ja. Dus dat hebben we nu in Suriname, ja. De onderdirecteur vindt dat meer gebruik gemaakt moet worden van natuurlijke alternatieven om de muskieten te neutraliseren. Dat kan door bijvoorbeeld het laten staan van dieren die de muskieten kunnen opeten.